In het Calvinistische Nederland is het zuigwindharmonium vooral bekend als religieus huisinstrument. Vandaar de ietwat oneerbiedige bijnaam psalmenpomp. Dit instrument is echter niet te vergelijken met het veel krachtiger klinkende drukwindharmonium dat rond 1840 door Alexandre Debern werd geïntroduceerd. Dat instrument bleek voor tal van bekende romantische componisten een expressief medium met een eigen sonoriteit, specifieke klankkleur en een unieke expressiviteit dankzij het expressionregister. De Nederlandse organist en clavecinist Dirk Luymens specialiseerde zich in het bespelen van het historische harmonium en geldt inmiddels als de ongekroonde koning op dit instrument. Vandaag speelt hij speciaal voor onze serie Alleen op het podium een selectie van Nederlandse harmoniumcomposities die een link hebben met deze tijd van afzondering en eenzaamheid. Zijn harmoniumatlas, een schatkamer met 4 cd's met originele harmoniummuziek van componisten als Rossini, Bizet, Saint-Saëns, Sibelius, Elgar, Liszt en César Franck, kunt u bestellen via zijn website. De Enschedese organist, componist, docent en muziekrecensent Harry Meijer overleed in 1983 en was voor veel muziekliefhebbers in deze regio een belangrijke inspiratiebron. Daarbuiten kent vrijwel niemand hem meer. Hij woonde en werkte zijn hele leven in Twente, in Delden, Enschede en Lonneker en reisde door de hele regio op zijn fiets, want autorijden kon hij niet. Naast orgel- en koorwerken schreef hij ook muziek voor het harmonium, het instrument waarop hij zijn eerste muzieklessen zou ontvangen. Van Harry Meijer hoort u nu 2 delen uit een drieluik dat hij schreef in zijn tienertijd. U hoort Cavatina en Air. Het wordt uitgevoerd door Dirk Luymens op harmonium.